Hoi Marijke, dit is Peter. Ik heb gisteren de gitaar uit elkaar gehaald. Ik heb toch besloten, kijk hier, een ingangetje te maken. Ik vond een ingang die erop lijkt. Dus ik heb die vier polen, ik heb alles bewaard. Alles werkt. Ik heb vond nog een strip met stemmechaniekjes. Zoals je ziet paste die precies. Waarschijnlijk. Ik heb zoveel spullen van vroeger bewaard, kijk. Je hoort dat hij al aangesloten is. Nou ja, er zitten wat kraakjes in, die ga ik nog smeren. Maar dat is. Hoe heet het? Dat is eigenlijk verder reuze onbelangrijk. Als het doet, oh ja, dit knopje heb ik erbij gezet. Daarmee kan ik het middelste element met deze aanzetten of met deze. Die stand zit er niet op en die wordt bij heel veel Fenders of eigenlijk bij alle Fender Strats wordt die toegepast en dat is een leuk geluid. Ik ga even kijken of ik wat kan spelen. Ik speel hem over een Mesa Boogie eindtrap en een Valve FX van Digitech. Dat is een wat ouder apparaat, maar ik heb ontdekt dat je daar hele leuke dingen mee kan doen. Dus ik ga even neerzetten. Kijken of ik er wat mee kan. Ik moet wel goed neerzetten. Zo. Hopelijk zie je hem zo. Dus dit element nu. Nee, sorry. Dit was dit element en dit element. Dit is het. Dit element. Hij is nog een beetje valser. Dat komt omdat ik er net snaren op heb gezet. Dus die moeten nog even uitrekken. Dit is het middelste element. En dit is het voorste element. Treble plus bas. Als ik er min bas doe, dan haalt hij de bas af. Dan wordt het nog dunner, het geluid. Als ik plus treble min bas doe, gaat hij een beetje neuzig klinken. En dit is alleen treble eraf. Dan wordt hij wat warmer. Maar plus treble plus bas. En als ik nou dit element op dit element speel, kan ik hem. Kan ik deze erbij zetten? Dan krijg je zo'n. Het zijn hele lage frets. Ik ga daar wat hoger op laten zetten, want het is bijna niet op te spelen, zeg maar. Ik ben echt jumbo's gewend eigenlijk normaal. Maar goed, ander soundje. Kijken of die ook nog een beetje wil vervormen. Soundje nog.
Ik heb hem niet te hard staan voor mijn buurvrouw. En het is even over negen. Maar als, als ik hem harder zet, weet ik zeker dat hij aardig gaat gillen. Want hij wil al. Hoor je? Dus hij... Ja hoor, doe maar. Al met al een lekkere gitaar. En aan mijn vrouw te horen kan ik zo de was gaan ophangen. Nou, ik hoop dat je het leuk vond. Ik ben er nog bij bezig. Dit wil ik vastzetten, want de snaren lopen iets te veel buiten de hals. Dus ik moet daar een nieuwe verdeling op maken. Dat zal ik moeten afslijpen, denk ik, en nieuwe gleuven maken. Maar verder, de hals is kaarsrecht. Ik heb er niks aan bij hoeven te draaien of zo. Dus nou, al met al een lekker gitaartje. Dankjewel, Mark.